Ook in coronatijd start de viering van Koningsdag traditioneel met het hijsen van de Nederlandse vlag op de Jacob Catslaan in de Lage Mors. Bewoner Klaas Griffioen startte dit initiatief 14 jaar geleden. Nou, omdat ik A, koningsgezind ben en B, omdat ik het zelf ben opgegroeid in de Provisorenwijk. En de Provisorenwijk was altijd een hilarisch en een groot feest. Daar heb ik hele goede herinneringen aan. En dat hoop ik dat het in deze wijk ook gebeurt. Voor het tweede jaar op rij een sobere Koningsdag. Wat ga je er zelf nog aan doen vandaag? Nou, het voor het derde jaar, want het jaar daarvoor was Henry niet aanwezig. Toen was Henry afwezig. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Dat was een waar gemis. Je had toen al corona waarschijnlijk. Wij gaan vandaag gaan we schilderen bij onze dochter. En we gaan de dag met tompoezen en oranjebitter gaan we wel doorkomen, ja. Na het hijsen van de vlag was het tijd voor oranje tompoezen. Griffioen legt uit hoe je die het beste kunt eten. De lekkerste zit altijd bovenop. Ja, dus die moet je dan even afnemen. Zo afnemen, hatsenvats. Die leg je op je schoteltje terug. Hoppa. En dan hatsenvlats. En als dit dan op is, je mag niet meer een volle mond praten, dan pak je je flapje er weer bij. Want het flapje kan je niet om zijn kop doen, want er zit ook nog wel slagroom op. Dan wordt het helemaal een puinhoop. En dan ga je dus het bovenstukje, want dat is het allerlekkerste natuurlijk van de tompoes. Tompoesen met mooi oud oranje. Want dat is de enige kleur in Nederland die met een A begint. Oranje.